houding zo proeven. Good life! Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good life! Koet Producties presenteert met de volle trots Mega Mindy en de twee zware boeven. Met Jalicia Koet als Mega Mindy. Jason Koet als boef. En ook Jaden Koet als boef. Hé, hey, broer, ik ben platzak. Dat ga ik zetten. Is goed, amigo. Daar neem ik een keel. Dat mij mag. Pak jij deze vast. Goed, daar lijkt me veel geld op. Mega Mindy, hou niet zo boeven. Hé, hey, Amiga, we houden van Mega Mindy. Maak mij van Mega Mindy. Geweldige toneelstuk wat jullie net gezien hadden. Jongens, ik had het idee om vandaag een video met jullie op te nemen. Wie heeft daar zin in? Oké, ik had gedacht, Jalicia, jij wordt Mega Mindy. Ja? Jason, jij wordt een boef. Kijk, heel boos. Dat is een echte boef. Jaden, jij wordt ook een boef. Oeh. Ja? Oké, wat hebben we allemaal nodig aan spullen? Dynamiet. Zo, Jason, mijn boef. Ja, een rookbom. Voor special effects. Schmink. We hebben een breekijzer nodig. Herkennen we hem nog? Jason, herken jij hem nog? Ja. Weet je dat nog? Hier, doe maar.
Weer snel open trekken. Weer snel als lang geleden naar deze. Ja. Bijna echt de hele deur uit de rubriek. Nou, dat gaan we vandaag weer doen. Met dit vast. Maar deze is. Allebei mogen. Maar deze breekijzer. Ja, ja, met die breekijzer. Jute zakken. Ik. Ja, alle twee, ja. Ik. Jij bent Mega Mindy, dus jij krijgt dit pakje aan met deze cape. Wat kan je met deze cape? Vliegen. Vliegen. Juist. Nou, ik zou zeggen, we gaan gewoon starten met scène nummer 1. Dat zijn de boeven. Dat is Jaden en Jason. Jullie gaan overleggen om een kraakje te zetten. Ja? Dus jij krijgt de tekst en je zegt tegen Jaden, broer, ik ben platzak. Kan je dat zeggen? Ik ben de boer. Nee. Platzak. Nee, broer. Want broer, jullie zijn broers van elkaar, hè? Hey, broer, ik ben platzak. Hey broer, ik ben platzak. Weet je wat dat betekent? Broer. Dat je geen geld meer heeft. Dat je geen geld meer hebt. Ja, inderdaad, broer is omdat jullie broers zijn. En platzak betekent dat je geen centen meer hebt. Ja? Jaden zegt dan, laten we een kraak gaan zetten. Ja, kraak zetten. Precies. En dan zeg jij, is goed amigo. Is goed amigo. Weet je wat amigo betekent? Nee. Amigo betekent vriend. Dat is een andere taal. En amigo is zelf als vriend. Dan zeg je, hey amigo, hey vriend. Hey amigo! Ja? Goed, weer wat geleerd. It's morning time! Time to be a criminal. Jongens, jullie mogen je omkleden. Te vroeg en te veel naar Power Rangers gekeken. Jij wordt niet boef. Nee, ben ik geen boef. Maar ik zie er ook veel te lief uit. Alle twee gewoon even boos kijken. Waar ga je? Je neus! Hij moet niet met zijn gezicht komen, kom. Kijk, je neus of zo. Ja, weet ik. Ja, omdat hij boos kijkt. Maar boos kijken zo. Laten we kraakzakken doen tegen Jason. Kraakzakken. Ja, wat heb je nou gedaan, Jason? Je hebt hem echt kapot gemaakt. Ja, blijf er allemaal van. Ik heb hem echt kapot gemaakt. Ja, en nu dan? Ja. De planten moeten nog vervangen. Wat zei je, kleine boef? Ik kan even buiten. Ja, jij mag even wachten. Want Jelisha omkleden wordt Mega Mindy. Die gaat jullie dadelijk pakken. Ben je al bang? Nee. Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Nee. Het is... Mega Mindy. Ja, die zit al dicht. Oh, die is open. Ja, die heb je natuurlijk opengebroken. We gaan Jelisha even verkleden. Oké, Jelisha, het is jouw beurt nu. Jij gaat zo meteen de boeven stoppen, hè? Ja. Want jij bent de heldin. Ja. We moeten jou ook laten vliegen, hè? Ja. Ah, hebben we een leuk trucje voor. Ik laat je vallen, hè? Hey, amigo. We houden niet van Mega Mindy's. Leuk, ook niet van Mega Mindy's. En we moeten hem naar Jelisha gooien. Hey. Oké, de bom is afgegaan. Nu gaan jullie een beetje sminken en dan gaan we de rookbom afsteken. En dan komen jullie door de rook komen jullie naar voren lopen, ja? Kom maar mee. En jij, superheld, moet nog even wachten. Nou. Ja, dat is bij Mega Mindy ook altijd. Het is mijn heel kort superheld, hè? Klein beetje maar, hè? Ja. Zo, is meer dan genoeg. Beetje op zijn voorhoofd. Dan lijkt het net of je in de bom gestaan hebt, Jason. Jullie doen heel goed mee. Complimenten, jongens. Hey. Jullie vinden het ook leuk, hè? Ja. Of niet? Ja? Nou. Nou, alright. Dan gaan we weer naar buiten. Dan ga ik de rookbom afsteken. Je moet je handen uitgaan. Dat maar dan moeten we in één keer goed doen. Dan kunnen we niet overnieuw doen, de rookbom, hè? Want die rookt mij al eventjes. Dus dat moet één keer goed gebeuren, ja? Kom maar mee. Ja, loop er maar doorheen. Er staat hier in de brand, is het rookbommetje. Die heb ik even daarin gelegd. Oh, draait al jij? Nee, laat hem oproken. Hij moet even oproken. Ik hoop niet dat de buren de brandweer gaan bellen nu. Brandweer bellen! Moet het zwart niet eraf? Nee, jong. We hebben nog één scène op te nemen. Jullie worden opgepakt door de politie. En Mega Mindy is plotseling verdwenen. Dan zagen jullie, hey, waar was Mega Mindy? En dan zag ik ze, Jelisha, nu ben ik er en ik ben de politie en ik ga jullie nu oppakken, meekomen. Lopen jullie allebei zo achter Jelisha aan? Nee, ik ben de politie. Nee, we moeten eerst rondrennen
Nee, we gaan niet meer rondrennen, want dat hadden we al gedaan. Nee, maar mama doet van stap voor stap toe. Eventjes uitleggen. Rondrennen tot als de politie ons heeft gepakt. Nee, Megan, nu hebben jullie net al opgepakt. Ja. Oh jee. En willen jullie nog verder spelen? Ja! Ja, maar het faaltje zit erop. Jullie hebben heel goed meegedaan. Dikke duim. Hele dikke duim. Jij wil een stukje rijden met papa, hè, Jalicia? Wat papa belooft. Ik ben met mam op de schoot. Ja, je hebt nou wel gedaan. Hop, doe maar dicht. Abonneer je nu op Good Life. Druk op de bel en dan mis je nooit meer een video. En vergeet je ook niet te abonneren op het tweede kanaal van Good Life. Good Life Extra!